Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een shoplog voor de Action voor je. En ik heb er zoals altijd weer heel veel zin in, want ik hou van Action shoplogs. En ik vind het super leuk om daar lekker te winkelen. Ik heb er ook een leuke shoptrip laatst van opgenomen. En ja, het is nu weer tijd voor een shoplog. Ik heb eens in zoveel tijd gewoon dingen nodig. Ik heb gewoon mijn huis en zo, dus ik moet af en toe dingen hebben. Net als ieder mens, denk ik wel. En er zitten dus dingetjes van het huishouden bij. Er zit een klok bij, dat vertel ik alvast. Want mijn klok, ik heb zeg maar in de mijn keuken is een hele grote klok hangen en die was kapot. Ik heb vervangen, batterij vervangen en van alles geprobeerd, maar niks werkt. Dus hij is gewoon overleden. Dus ik moest een nieuwe hebben. En ik had ook iets meegenomen wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had. Maar wat ik ook gewoon leuk vond om te reviewen op mijn YouTube kanaal. En laten we daar maar gewoon mee beginnen. Alle prijzen zet ik onderin. Als je twee keer onder mijn video klikt in de beschrijving. Als je op meer info en nog een keer op meer info. Dus afhankelijk van of je op je telefoon of tablet of laptop kijkt. Dan krijg je de beschrijving met daarin alle producten en hun prijzen. Want de vorige keer zei iemand, ik kon het niet vinden. Nou, bij deze, zo werkt dat. En we gaan gewoon beginnen met iets wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had. Maar wat ik gewoon super leuk vond. Als je me volgt, weet je dat ik zot ben van adventskalenders. Ik vind adventskalenders echt da bom. En nou hebben ze een adventskalender bij de Action met kersthangers. In turquoise blauwachtig thema. Hoe fantastisch is dat? Ik heb een turquoise tintjes in mijn huis. Accentjes, zal ik maar zeggen. Een turquoise tafelloper. En turquoise vazen en viltjes. En gewoon de accentjes, mijn kussens en zo. En ze hebben hem ook in het rood. En hij was rond de 7 euro. Maar nogmaals, de exacte prijs zet ik in de beschrijving. En er zitten gewoon, dit zit er allemaal in. Ik heb er nog niet heel erg uitgebreid naar gekeken. Want ik vind het gewoon super leuk om dit in een video open te maken en me gewoon te laten verrassen. Het is niet helemaal turquoise, het is een beetje blauwachtig, maar het past allicht in mijn boom. Want ik ga dit jaar gewoon weer dezelfde decoratie gebruiken als vorig jaar. Ik heb een paarse decoratie en turquoise en ik ga weer voor de turquoise dit jaar. En ik heb ook weer zin om een shoptrip, een kerstshoptrip op te gaan nemen. Vorig jaar werd die ook veel bekeken, die vonden mensen heel erg leuk. Waarin ik allerlei tuincentra afga en de Action en de Kruidvat en gewoon alles waar kerstspullen te koop zijn laat zien. Dus dat komt ook dit jaar weer online. Maar het wordt natuurlijk eerst Sinterklaas. En ik weet dat er ook kindjes naar mijn video's kijken. De grote mensen kopen cadeautjes voor elkaar. Sinterklaas kan echt niet en voor de kindjes en voor de grote mensen cadeautjes kopen. Soms doet hij het wel, maar meestal is het toch echt wel voor de kindjes. Dus wij vieren altijd thuis Sinterklaas. En natuurlijk kleine Flora is er nu bij dit jaar voor het eerst. Dus dat is al helemaal leuk. Dan komt hij hopelijk wel voor haar. En ik had zoiets van, nou ja, ik heb cadeautjes voor mijn ouders gekocht. Alvast, want je kan het maar in huis hebben. En daar heb ik inpakpapier voor nodig. En de goede lieve Sint staat erop. Ik ben helemaal fan van die man. Ik vind het zo'n leuk feest. En ja, ik hou er gewoon van. Ik vind het een fantastisch feest. Dus maar je hebt er wel inpakpapier voor nodig. En de klok, let op. Hij is huge, huge, huge. Je ziet me gewoon helemaal niet meer. Maar dit is hij. Het is het soortgelijke klok als ik al had. Alleen die was ietsjes meer beige bruin. En deze is wit. Ze hadden hem ook in het zwart met witte letters. En in het grijs met witte letters. Maar wit past toch wel het mooiste bij mijn keuken. Bij mijn interieur zal ik maar zeggen van mijn keuken. Ik ben niet zo kapot van mijn keuken. Ik vind er ligt zo'n lelijk plaatje. Zo'n lelijk aanrechtblad. Maar ja goed, voorlopig doen we het er maar even mee. Maar deze die was een tientje. En dat is ook niet duur voor een klok. En ik hoop dat die gewoon een tijdje meegaat. Want die van Horenbach die heeft het dus maar anderhalf jaar uitgehouden of zo. Hebben we nog huishouddingetjes? Nou ja, één niet specifiek huishoudding. Maar batterijen, die heb je nodig in een klok. Want anders gaat je klok het niet doen. En dit is gewoon de meest basic batterijen van Panasonic. Werken prima. En volgens mij heb ik nog batterijen liggen. Maar ik had zoiets van, ik ken mezelf. Dadelijk wil ik die klok op gaan hangen. En heb ik geen batterijen. Ik weet hoe ik in elkaar steek. Dus dat is veiligheid boven alles als je vrouwtje heet. En ja, ik denk, neem maar gewoon batterijen mee. Dan waren deze doekjes op. Color Catcher Keep It White. Ik ben zo'n onzorgvuldig iemand, of gewoon onhandig denk ik dat een beter woord is, die toch altijd wel iets gekleurd tussen de witte was heeft. Ik doe het niet expres, ik doe het niet bewust. Ik doe niet vaak witte was, want ik heb niet zo heel veel witte dingen, maar dan is het toch wel handig om een doekje erbij te doen. En ik heb ook pastelachtige kleuren die toch wel
ja, waar toch wel donkerder kleur in zit. Dus ik hoop gewoon als ik al die pastelkleuren een keer bij elkaar meter en zo'n doekje erin doe, dat het dan wat lichter wordt. Want dat is dus met meerdere dingen gebeurd. En dan heb ik pastelkleren echt niet bij hele donkere kleren. Nou, best dat je dat niet bij dit zwart moet doen of zo. Maar dat is niet het geval. En toch verkleurt het dan in de was. Misschien is de kwaliteit van die kleding dan ook wel niet al te best. Maar anyway, deze waren op en ik denk, nou, neem ze meteen mee. Dan Moist Toilet Cleansing Wipes. Ik heb echt een hekel aan mijn toiletten poetsen. Ik vind het zo'n rotklus. Sowieso mijn badkamer poetsen. En ik doe het wel, want ik ga heel graag in bad. En het is voor mij heel belangrijk om een lekkere, frisse badkamer te hebben. Maar ja, badkamer schoonmaken vind ik echt vreselijk. Ik denk, laat ik het mezelf eens even een keer makkelijker maken. Ik weet dat het niet zo goed is voor het milieu. Maar af en toe moet het een keer mogen. Weet je, gewoon heel even een doekje over de bril of dingen en doekje weg, klaar. Want daarom heb ik dus ook een hekel aan de badkamer. Dat het nogal organisatorisch is. Van wat ga je eerst doen, wat ga je daarna doen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, en ik weet dat het heel stom klinkt. Maar in mijn hoofd is dat echt, ik heb ADHD. Mocht je me volgen, dan weet je dat misschien. En mocht je me niet volgen en het niet weten. Of mocht je me wel volgen en het alsnog niet weten bij deze. Ik vind het gewoon lastig te organiseren. Dus dit maakt voor mij het gewoon makkelijker. En het is niet iets wat ik iedere keer wil gebruiken of wat ik iedere keer wil kopen. Helemaal niet, maar het maakt het voor nu even makkelijker. Zeker nadat ik ook bezig ben met mijn opleiding en gewoon heel erg druk heb. Ik heb echt amper tijd om te ademen. Nou, ik doe het wel hoor, want ik bedoel, ademen is nooit een overbodige luxe. Maar hey, je snapt vast wat ik bedoel. Dan iets wat ik ook eigenlijk iedere keer meeneem bij de Action is schoonmaakmiddel. Ik heb 3 konijntjes, Heineken, Baco en Whisky. En het zijn zo'n leuke beestjes. Ah, ze zijn leuk. Maar die plassen en poepen. Dat doen dieren en mensen. En eigenlijk alles wat ademt en leeft. Daar gebruik ik schoonmaakmiddel voor. Dan eigenlijk iedere dag doe ik even een toiletje. Gooi ik dan leeg in de groenbak. En dan laat ik eventjes een paar minuutjes schoonmaakazijn erin trekken. Water erbij en de dingen leeggooien met hun toiletje in mijn toilet. En dan heb ik weer een perfecte wc. En dan stinkt het ook nooit. Ik heb nooit gehoord dat iemand zegt van, oh, jouw huis ruikt naar konijnenplas of poep. En dat komt echt denk ik door schoonmaakazijn. Want schoonmaakazijn neutraliseert natuurlijk best wel wat geuren. Oh, ik heb die met eucalyptus meegenomen. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik de gewone variant had meegenomen. Want ja, ik hoef niet per se eucalyptus. Ik denk dat het ook niet uitmaakt. Ik vind schoonmaakazijn sowieso stinken. En ik ben ook, ja, ik maak al wel mijn huis mee schoon, maar puur. En dan zet ik ook de deuren open en zo. Want ik hou gewoon niet van de geur van schoonmaakazijn. Het slaat ook een beetje op mijn longen. Ik krijg er een beetje last van. Dus ik hou er gewoon niet van. Wat ook logisch is. Ik denk ook niet dat het de bedoeling is dat het een hele lekkere geur is. En ik hou ook niet van lavendel. Want je hebt dus ook een variant met lavendel. Vind ik ook heel vies. Maar goed, ja, hij is gewoon nuttig. En het hoeft niet lekker te ruiken. Want weet je, de geur is daarna als je het omgooit toch weer weg. Dan kocht ik deze zakjes. Heb ik dan alles? Ja, nog 3 dingetjes. Dit zijn van die herbruikbare zakjes. Doet iemand dat in de praktijk trouwens? Ik niet in ieder geval. Ik gooi ze toch vaak weg. Het zijn hersluitbare zakjes. Het zijn niet herbruikbare zakjes, hersluitbare zakken. Ik dacht dat er even stond herbruikbare zakken. Maar het zijn hersluitbare zakken. Ik wou wel zeggen. Want niemand gaat deze afwassen en opnieuw gebruiken, toch? Maar dit vind ik toch wel heel erg makkelijk voor. Ik ben nou gezonder aan het eten. In ieder geval bezig met gezondere voeding. En ik heb daarom veel meer groente. En nou, fruit niet. Want er zit heel veel suiker ook weer in. En nee, daarmee zeg ik niet dat fruit slecht is. Maar ik heb een video gemaakt over mijn weg naar minder suiker. Mijn keto video. Die zal ik proberen hieronder even te linken als ik eraan denk. En dan heb ik toch wel veel verse groenten in mijn la en in mijn koelkast la. En dan is het gewoon fijn om dit soort zakjes te hebben. Je doet het erin, je doet het zakje dicht en je legt het weer terug in de koelkast. En dit is ook niet al te duur. Eigenlijk had ik, zou ik vergeten ben, boterhammenzakjes. Daar zit ik nou aan te denken. Ik ben net naar de Action geweest en heb dit gekocht, want ik had het nodig. Het meeste dan. En ik ben het gewoon vergeten. Maar goed, helaas. Dit kan ook bij min 20. Je kan ze dus ook in de vriezer doen. Nou, dat is ook fijn. En plus 60 graden. Nou, ik was niet van plan om iets op 60 graden te bewaren. Maar goed, ik heb er wel zakjes voor. Mocht ik op iets meer dan 60 graden willen bewaren.
Dan nog twee basic dingetjes die ik gewoon nodig had. Kijken of ik het een beetje lichter kan maken zonder dat het te licht is. Pedaal emmerzakjes. Ik heb zo'n drie luik van pedaal emmers. Met groen afval, plastic afval en karton restafval, zou ik maar zeggen. En die heb ik dan nodig daarvoor. En bio dingetjes. Ik doe dan altijd eerst zo'n zakje in mijn containertje, zou ik maar zeggen. En dan deze eroverheen. Want hier lekt het echt gewoon doorheen. En dan kan ik gewoon dat zakje leeggooien in de groenbak, zou ik maar zeggen. Ik moet trouwens niet vergeten mijn dingen buiten te zetten. Mijn bak dadelijk. En ik ben bang dat ik dat wel ga vergeten. Maar goed, dit was alles eigenlijk wat ik gekocht heb bij de Action. Het is niet al te veel. Maar ik vind het gewoon leuk om je te laten zien. En mijn Action video's word ik altijd heel goed bekeken. Dus dan vind ik het ook leuk om je mee te nemen in. Ja, ook een beetje wat ik gebruik en wat ik fijn vind. Ik heb ook heel veel zin om deze adventskalender met je te gaan unboxen. En daar komt zeker ook een video van online soon. Want dat vind ik gewoon super leuk. Wil ik je bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende video. Doei!